echte vriendschap? Wat is het nou eigenlijk? Ik bedoel, wanneer ben je nou een goede vriend? Dus, wat spreek je nou zo aan in die kroeg? Het is niet de kroeg. Alex Klaassen speelt een uitgesproken rol. Hoe is de keuze op hem gevallen? Nou, ik wilde eigenlijk Alex helemaal niet. En we gingen casten, echt iets van 1,5 jaar lang. En ik wilde een onbekend iemand hebben. Maar hij zat er gewoon niet tussen. En toen gingen we het breder casten. En toen kwam Alex Klaassen langs. En ik was op slag verliefd. Hij deed een hele lange monoloog in de camera. En het was echt, je blijft gewoon naar hem kijken. En toen zong hij Idaho, ook nog live, met piano. En toen verliet hij de castingruimte. En ik dacht, nou, strikt erom. Dit is Bertie. Oké, ik zal heel eerlijk zijn. Ik heb geld nodig. Heel veel geld. Heeft jouw vriendengroep een vaste kroeg? In mijn dagelijks leven, nee. Ik heb eigenlijk, waarschijnlijk doordat we allemaal kinderen hebben en wat ouder zijn, dat we meer bij elkaar thuis etentjes en dat soort dingen doen. Nee, stamkroeg heb ik niet meer. Nee, ik ben te oud voor een kroeg. Maar vroeger hadden we wel vaste kroegen. We gingen naar de Keu en de Smoeshaar natuurlijk heel veel. Maar ik heb nu gewoon de kroeg om de hoek als ik uitga inderdaad. Nee, ik heb geen vaste kroeg. Volgens mij is mijn huiskamer nog steeds mijn eigen kroeg. Nee, ik heb geen vaste kroeg. Ik ben ook niet zo'n echte ontzettend kroegmens. Al mijn stem zal anders vermoeden. Ik ben op dit moment alleen maar verkouden. Komt niet door de hopen whisky en sigaren die ik heb gerookt. Ik heb geen vaste kroeg. Ik ben helemaal geen kroegtijger. Maar ik heb wel het huis van een vriendin van mij is mijn kroeg. Geven, dat doen we niet. De kracht van Chenou is dat het gaat over een vriendengroep die er altijd voor elkaar zijn. En volgens mij is dat heel herkenbaar. Iedereen heeft wel een clubje vrienden om zich heen, of het nou familie is of vrienden die je van vroeger kent, waarop je altijd kan terugvallen. Dat het een feel-good movie is. Het is gewoon prettig, het is leuk, het is ontsnappen. Het is fijn, zoals een film hoort te zijn. Goed script, leuke, hele goede cast vind ik. En het samenwerken was, ik ben natuurlijk veel minder bij geweest, ik heb een kleine rol. Maar elke keer als ik op set kwam, spatte de lol er vanaf. En volgens mij is dat altijd goed, de chemie tussen acteurs. En dat is dus ook dankzij de regisseur en producent en alles. Maar dat was echt voelbaar en dan weet je bijna altijd zeker, dan kan de film niet anders dan heel erg leuk worden. En ik heb dat teruggezien.